Het fort van Breendonk behoorde tot de tweede fortenadel rond Antwerpen. Deze tweede kring van forten en veldschansen, gebouwd vanaf 1906, moest van Antwerpen een continentaal bolwerk maken. Deze versterkte stelling zag er op de kaart indrukwekkend uit, maar ze was nog niet helemaal voltooid en had ook geen goed garnizoen. De forten van de tweede linie, gebouwd tussen 1859 en 1870, waren van baksteen en voorzien van geschut dat nog buskruit gebruikte. De verdedigingswerken van de buitenste linie, waaronder Breendonk, waren heel belangrijk en ze waren tamelijk stevig in gewapend beton en berekend op houwitsergranaten van 210 mm. Maar de Oostenrijkse Skoda-fabrieken leverden belegeringsgeschut van 305 mm en de Krupp-fabrieken van maar liefst 420 mm. Zoals de andere forten werd dit fort van Breendonk omringd door een gracht, waarvan de uitgedolven aarde van het fort het gebouw bedekte. De vesting Antwerpen kreeg haar volle waarde toen op 18 augustus 1914 koning Albert het Belgische veldleger uit de weg trok om zich te verschansen in deze vesting bij het oprukken van de Duitse troepen naar het zuiden. Toen de slag aan de Marne voor de Duitse legers verloren was, wou men de dreiging in de flank die Antwerpen vormde opruimen. Op 27 september 14 begon de aanval. Op 10 oktober 1914 moest Antwerpen zich overgeven. Maar de Duitse legers mislukten in hun voornaamste opzet. Het Belgische veldleger was namelijk over de Schelde ontsnapt en op weg naar de IJzer. Een deel van dit garnizoen van Breendonk kon zich daarbij vervoegen. Nu het fort zelf. Het werd door 563 305 mm granaten getroffen, maar moest zich slecht overgeven op 9 oktober 14. In 1916 werd het gehavende fort door de bezetter gedeeltelijk hersteld. Na 1918 werd het fort nog gebruikt, af en toe door het Belgische leger, om er troepen in onder te brengen. Maar de 1914 gehavende forten bleken toch niet meer zo geschikt om ingeschakeld te worden in een modern verdedigingsstelsel. Breendonk was voorbestemd als zetel van algemeen hoofdkwartier in geval van invasie. Op 10 mei 1940 betrok koning Leopold III hier zijn commandopost. De 16e mei, omstreeks middernacht, verliet de Belgische generale staf het fort. De 17e mei vielen de Duitse troepen Brussel binnen. De keuze van het fort van Breendonk als algemeen hoofdkwartier was mede ingegeven door de gemakkelijke bereikbaarheid dicht bij de kruising van belangrijke wegen. Mede door deze reden werd er in 1940 een opvangslager van gemaakt. Een kamp om er gevangenen voorlopig in onder te brengen vooraleer ze verder werden weggetransporteerd. Op 29 augustus 1940 kreeg de gemeente Breendonk van de commandantur in Mechelen het bevel te zorgen voor tafelgereedschap, zitbankjes, britsen, dekens en strozakken. Dit alles voor 200 personen en uiterlijk tegen 1 september. Op 20 september 1940 bracht SS Sturmbannführer Schmidt hier de eerste 15 gevangenen. Net zoals het vroegere kunstenaars- en vakantiedorpje Dachau bij München sinds 1933 een andere klank had, was de tijd voorbij dat Breendonk slechts geassocieerd werd met een vredig dorpje in Klein-Brabant. En heb je daar bijvoorbeeld van de gewezen minister Boucherie? Ik kwam bij ons in water, meneer, die heb ik nog eten gegeven. En heb je met hem kunnen spreken? Ja, meneer. Heeft u gezegd hoe dat ze daar op het kamp beantwoordt? Hij had altijd gewind, meneer. Hij had kost niet spreken, van hem doen niet. Was die mens uitgemergeld? Ja, was die verslapt? De naam in zijn meneer, bleek en afgemaakt. Hij wie in de natter. En hij moest dan water koken? Ze hadden honger.
van kamp dus. In principe een doorgangskamp voor gevangenen uit de streek op korte termijn en vooral voor gevangenen die bestemd waren voor concentratiekampen in het oosten. Men heeft nochtans in alle grote Duitse kampen oud-gevangenen van Breindom teruggevonden. En al was het een doorgangskamp, enkelingen verbleven hier 3 jaar, anderen slechts 1 dag. Van meet af aan mengde men ook gevangenen van gemeen recht onder de Joodse en de politieke gevangenen. In september 1941 verslechterde het regime hier in Breindonk aanzienlijk. Dat viel samen met de aankomst van de eerste Vlaamse SS-bewakers en met het eerste belangrijke transport van politieke gevangenen. Bij de aankomst werden we hier op de politieke afdeling onderhoord. In feite hadden ze veel gegevens voorliggen. Een beetje getracht van rond de pot te draaien, maar dat was niet mogelijk. Die wisten heel duidelijk wat ze wouden. En dan hebben we een beetje slagen gekregen. Onder andere heeft de SS-officier die mij ondervroeg, mij geslagen en heeft zich met de hand in een spelletje geslagen. Dat was het einde van... Het einde van de zaak, dan is hij meer dan boetend geworden. Dat heeft hem mij, zoals hij zegt, om uw gedachten een beetje op te frissen, zeer scherp op de vork genomen. Een tiental dagen nadien zijn ze mij komen ondervragen. De Bot en Wijs en anderen van de Gestapo. Maar zijn dan wel gekomen en moesten dan in de houding springen en zo voor die bedden. En kwam hij voor mij staan en zeggen, ja, gingen ze spreken. Hè. Het was in tijds natuurlijk allemaal. Hè. Ik zeg nee, ik weet niks en ik heb niks te zeggen. Hè. Ze lachten. Nee. Voor mij persoonlijk is mijn geluk geweest dat er iemand gearresteerd is die jammer genoeg veel prijs gegeven heeft. En met mij konden ze niks meer doen. Vanaf dat ogenblik konden ze met mij niks meer doen. Toen u hier aangekomen bent, Jan Everaert, hoe gebeurde dat? U kwam van een nieuwe wandeling. Wij kwamen van de nieuwe wandeling. Wij kwamen, werden met bussen hier gebracht. En ja, voor ons, Breindonk was een onbekende zaak in feite. En het binnenkomen in Breindonk gaf zelfs een eigenaardige indruk. Een indruk omdat we zagen daar gevangenen lopen, die waren in militair uniform met een kruis erop. We dachten eerst aan krijgsgevangenen. En natuurlijk eenmaal door de poort, dan werd je langzaam gewaar wat er lopend was. Dat transport van een nieuwe wandeling, bestond dat alleen uit politieke gevangenen? Of daar waren politieke gevangenen, er waren ook mensen bij die gehouden waren op basis van het racisme. Ja, veel Joodse mensen. Veel Joodse mensen bij. Per anekdote kan ik zelfs zeggen dat de desinformatie zo ver gevoerd werd dat de Joodse gevangenen in een bus moesten rechtstaan en dat die niet-Joodse mochten blijven zitten. Ja. Hij konden zitten. Ja. Ja, dat werd doorgehouden zelfs tot hier, waar de eerste dag hebben ze de Joodse mensen hun haren geschoren. Voor ons nog niet. En een kostuum? Kregen jullie kostuum? We kregen een kostuum, een gevangenisorte, het leren van het leger. We zijn aangehouden op 14 juli 1942 op het werkhuis. We zijn aangehouden door de Gestapo na verraad van een van de leider van de weerstand die ingedrongen was in onze groepering en we zijn dan met een twintigtal werkmakers aangehouden. Na de 13e hadden ze dus ook al een zevental aangehouden, 13 juli en 14 juli hebben ze dan er nog een deel aangehouden, dus een twintigtal. En op 14 augustus hebben ze er nog een tiental aangehouden waarvan er een 7 zijn vrijgelaten. Dus onderling.
Vandaar werden we in een autobus geladen. Daar werden we onderrichtingen gekregen van de Gestapo, dus de, eigenlijk die Nederlands spraken. Dat we met niemand in contact mochten, geen teken doen naar niemand of geen bericht uitgeven, maar dat we dus zouden neergeschoten worden, want ze waren geladen met scherp, die soldaat die erbij was. Dan zijn we van daaruit, van het werkhuis, onmiddellijk gevoerd naar de Begijnenstraat. In de kledij, dat was bewaard, dus met bewaard in werkkledij, zijn we dus naar de Begijnenstraat gevoerd. Daar werden we niet ingeschreven, omdat het te laat was. Volgens die eren waren al weg. Dan hebben we met een zestal gelijk samen in de cel gezeten. We hebben niet geweten, de ene spreekt niet van de ander, dus we zeiden nooit voor wat dat we aangehouden waren. En we moesten, ik wist het zeker, ik was aangehouden voor het syndicaal strijdcomité, dus we hadden gevochten tegenover het syndicaat. Ook sabotagedaden gedaan en omhalingen, solidariteitsomhalingen te doen om de ondergedokenen te steunen. Dat is allemaal natuurlijk onder een ander mom, een andere naam en zo zijn we, daar zijn we dus naar Begijnenstraat. Daar hebben we dan een drietal weken gezeten, vastgezeten in een cel. We wisten niet waarom, wat dat, wij zaten dus, wij wisten het wel, maar er werd ons niets gevraagd en na drie weken ondervraging. Na drie weken gevangen zijn we in ondervraging geweest, in de gevangenis zelf. Dus in die zaal, in die kamer waar we ondervraagd zijn, zat een in de hoek, dus een Vlaming. Diezelfde die zich bij de aanhouding ons vertelde dat in de autobus, dat we dus niet mochten tekens doen aan de burgers, geen signalen, geen papiertjes geven of niets kunnen mochten doen. Diezelfde Vlaming zat daar in de ondervragingskamer. En die heb ik nadien ook nog hier op het fort van Breendonk gezien, als voor ondervragingen. Ja, maar de anderen waren ook Vlamingen die erbij waren. Er waren dus door Vlamingen, door de Vlaamse Gestapo die erbij was. Hè. En na de ondervraging? Na de ondervraging, ja. Toen zijn ik dus terug naar de cel gegaan in al enkele ja, hoe moeten we dat zeggen? Hoe voelde u? Na onze glorierijke ontvangst dat we gekregen hebben van onze onderluitenant Struis, hier buiten, ons uit die cabionette of busje geslagen en gestampt heeft. En we kwamen hier die gang binnen. We wisten wel een beetje van de tijdens de bezetting van onze vrienden die al buiten gesmokkeld hadden wat het hier was. Maar we dachten werkelijk dat we in de hel terecht kwamen. Een hel die we trachten of zouden moeten trachten te kunnen overleven en zo goed mogelijk te kunnen doorstaan. Dat was onze eerste gedachte dat we hier binnenkwamen, die verschrikkelijke koude, want het was dus in de maand oktober, die verschrikkelijke koude en die vochtigheid hier. Dat was toch wel een heel zware indruk dat we gehad hebben, dat je hier binnenkwam. Kwam het busje tot binnengereden? Nee, dat busje kwam niet binnengereden, dat heeft tot daar van voren, voor de brug, werden wij uitgeladen. Dus, iedereen kon ons zien op de baan zelfs, hè, maar de mensen mochten niet blijven staan, want ze mochten niet, zelfs met de fiets moesten ze verder rijden, ze mochten niet, en in het openbaar sloegen ze ons met de matrakken, dus de nodige stampen en slagen werden gegeven. Dus. Kwamen er honden ook bij de pas? Honden waren hier ook, waren er ook, die stonden er ook bij, in geval als er enkele moesten trachten, of iemand zou moeten trachten voor te vluchten. De honden waren hier ook. En u heeft deze gang alleen maar gezien bij het binnenkomen of bij het buitenkomen? Ja, bij het binnenkomen, dus werden we in deze gang eerst allemaal op een rijtje gezet, met ons stenen tegen de muur.
met ons gezicht erin, dat de SS'ers of degene die bewaken die voorbij kwamen ons nu en dan eens tegen het achterhoofd konden stieten. Dat hebben we met ons gezicht tegen de muur smogen. In afwachting dat we ondervraagd werden, die we één voor één binnen moesten in het bereeltje, moesten binnenkomen bij de SS'ers. En al hetgeen dat er gesproken wordt, het waren over de Vlaamse SS'ers die er waren, al hetgeen dat ze spraken was Duits. Ze spraken geen Nederlands, maar Duits. En dat was dus de ondervraging. En dan werden wij terug in de gang geplaatst om, als allemaal ondervraagd, dus allemaal dus de papieren en ingeschreven en ons nummer hadden gekregen, naar de kamer werden geleid. En kreeg je ook een uniform? Wel, wij zijn dus, die 48 zijn uitzonderingen gedenkelijk die hier in het kamp geweest. Wij hebben nooit een uniform gedragen. Wij hebben hier altijd in onze burgerkleden gestaan. Wij hebben altijd met ons lange haren geweest. Tot een dag voordat we vertrokken zijn, hebben we ons lange haren mogen behouden. Want wij zaten hier, zogezegd, als gijzenaar om gefusilleerd te worden. In geval er een aanslag zou gepleegd zijn door de weerstand in België of die zijn er waardig. Hier werden terechtstellingen voltrokken door fusilleren of ophangen van verzetslieden die veroordeeld werden volgens een zeer snelle procedure van het Duits militair gerecht. Het snel verfaren, maar grotendeels waren het gijzelaars. De bekantmachung van militair bevelhebber van Falkenhausen van 19 september 1941 was een bedreiging met doodstraf. Van dan af werden alle politieke gevangenen beschouwd als gijzelaars en aansprakelijk gesteld voor onopgehelderde dodelijke aanslagen op Duitse militairen of leden van de Duitse politie. Het was zo dat politieke gevangenen wier dossier in de ogen van de SIPO, SD, zo bezwarend was, dat ze bij een eventueel proces voor de Duitse krijgsraad de doodstraf zouden krijgen en van de ene dag op de andere de kans liepen voor het executiepeloton te moeten verschijnen als zoenoffer, zoengeisel. Dit kenmerkte de gijzelaarspolitiek van militair bevelshaber van Falkenhausen. Geen gijzelaars in de klassieke zin van het woord, geen waalgeiselen, doch haftgeiselen, waarbij van Falkenhausen slechts in 7 op de 240 gevallen het fusilleren kon bevelen van gevangenen die al de doodstraf hadden gekregen. Dr. Albert de Jonge, in bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, stipt aan dat voor 76 van de 126 gijzelaars die terecht werden gesteld tussen 27 november 1942 en 26 januari 1944 er zelfs geen enkel geschreven Duits rechtsgrond bestond. Von Falkenhausen zou dan ook op 5 februari 1944 nog een onschuldig uitziend ambtelijke bekendmaking uitvaardigen die gevaarlijk veel verder reikte dan die van 19 september 1941. Van dan af waren alle politieke gevangenen aansprakelijk voor aanslagen op leden van de Weermacht en op het leven van vredelievende burgers. Opmerkelijk is ook dat onder de militair verwaltoen in België 240 politieke gevangenen als gijzelaars werden geëxecuteerd en dit op een bevolking van ruim 8 miljoen inwoners. In bezet Frankrijk was er ook een militair verwaltoen, maar de verantwoordelijkheid voor represailles van sabotage en aanslagen lag er bij de Höhere SS und Polizeiführer, die er in Brussel niet was. Het aantal terechtgestelde gijzelaars lag in Frankrijk dan ook relatief heel wat lager dan bij ons in België. Slechts, als we dat woord mogen gebruiken, 254 op een aantal van 35 miljoen. Of een militair verwaltoen zonder Höhere SS und Polizeiführer bloeddorstiger was, valt daaruit niet af te leiden. Wel kan dit relatieve verschil tussen bezet Frankrijk en België een aanwijzing zijn dat politie en justitie in Frankrijk gedwongen of vrijwillig samenwerkten met de bezetter bij het opsporen van zware sabotage en aanslagen. In ons land bleef justitie en politie passief, vrijwel vijandig tegenwerkend. Het terechtstellen van relatief veel gijzelaars was impliciet een bekentenis over de politionele onmacht van de bezetter.
is gearresteerd geworden en in Breendonk zijn terechtgekomen. En ik zat in het eerste cachot, in het begin. Op het einde zat ik helemaal op van achter. En ik moest eens opletten, hè, wanneer dat, de schildwacht buiten ging, moest ik fluisteren, vijfde ja. En je kon dat doen omdat er boven die muurtjes, hè, die kwamen niet tot tegen de zoldering, dus het geluid ging er overheen. Het was natuurlijk fluisteren. Hè. En dat was dus het spel van vijfde ja. En dan konden er enkele woorden gewisseld worden. Vijfde, het was weer doodse stilte. François de Koster, in maart 1944 wordt u van Leuven met 40, ongeveer 40 kameraden naar Breendonk gebracht. Maar het waren niet alleen kameraden, ook uw vader en uw twee broers waren erbij. Inderdaad, ja. En hier in Breendonk bent u dan gescheiden geworden van elkaar. Ja, als we hier kwamen, dan stonden we in de gang voor de kamers. En dan heeft de luitenant gezegd, luitenant Pauls, die de Koster moest gespeerd worden. Wij moesten dus ieder afzonderlijk in een kamer. Ja. Maar toevallig is mijn vader toch bij mij geweest in kamer 5. Ik had een broer in kamer 6 en een andere, die van 15 jaar, die was in kamer 7. Ja. En die kamer die was gestraft. Dat doet dat hij van de eerste dag af moeten gaan werken is. De andere, wij zijn, waren arrestanten. We waren hier getiteld als terroristen. Ja. Dat waar. En wij zijn dus, in, zolang dat er geen onderzoek plaats had, hebben we dus arrestant geweest. Maar wij hebben godzijdank geen onderbraking gehad. Ook niet uw broers? Mijn broers ook niet, nee. Hebben jullie elkaar nog teruggezien hier in Breendonk? Ja, wel eens morgens als we ons moesten wassen. Ja. Dan moesten we in die gang gaan, die raampjes, als we ons gaan wassen, nietwaar. En daar konden we dan somtijds met anderen zien en somtijds een paar woorden spreken. Ja. En hebt u nooit dan gedacht, wat gaat er gebeuren met ja, mijn broers? Ja, we waren natuurlijk veel in de onzekerheid. Dat vraagt toch een... Wij waren altijd beliefd voor te weten, is vandaar dat we ons gaan ondervragen of ja. niet. Soms kwam er een makker uit de kamer die toegetakeld was. Dat nu onze beurt is. Ja. Maar godzijdank heeft daar geen plaats gehad. U kon die ondervragingen horen? Nee, dat niet. Maar wel het geluid? Wat lief? Het geluid. Ja, soms als de gevangenen schreeuwen in de kamer waar dat gefolterd werd. Ja, dat de... Ja, dat was een ondervraging. Geen ondervraging niet meer over het geval, over uw geval. Hè. Dat was dus... naam en adres, uw geboortedatum, welke uw ouders waren, welk geloof dat je had, wie er moest verwittigd worden in geval dat er iets moest gebeuren. Dat was hetgene van u. Het typische dat ik meegemaakt heb, dus was met onze vriend Wijs. Dus, vriend Wijs, ik noem hem vriend. De Beul Wijs, zo gezegd. Ik ben er binnengekomen en die persoon die kende ik van voor de oorlog. Niet een persoonlijke vriend, maar een persoon die ik tegenkwam altijd samen naar huis rijden op dezelfde uur te samenkomen aan de Bisschop van Offlaan, daar waren we samen. En ik wist dat hij dus kampioen van België had geweest van de oningewijde boksers. Nu noemen ze dat dus liefhebbers, maar dat waren vroeger dus oningewijde en net kampioen van België geweest. Dus ik word er dan de vraag in kamer binnen, ja, dus die kamer binnengebracht en dan zit ik op de punt van de tafel en dan wikkelt ze met zijn been. En dan neemt mijn paspoort, aha, du bist van Deurne. Ik zeg, ja, zeg, ga het ook. En dat heeft me heel zwaar te duur, zelfs zwaar te staan gekomen, want dat gaat toch ook, heeft me twee tanden gekost. Daar heeft me dus de nodige rammel gegeven en dus de nodige boksen gekregen, dat ik dus twee tanden verloren had, dat ik buiten kwam. Omdat hij hem herkend had? Omdat ik hem herkend had. En later nog gevolgen van gehad? Hij heeft me dus gezocht gehad. Hier om het werf, dat was het dus dat je moest hebben. Tot die man met die wijze ozen moest hebben, want aangezien ik dus van het werkhuis aangehouden was, had ik niks in. Ik had in de gevangenis een kafakterskleren, zoals dat noemde, kafakterskleren gekregen. Ik had die moeten afgeven, maar ik heb ze niet afgegeven. Ik had die aangehouden en die had ik nog aan, die wijze ozen. Die man moest hebben, tot
dat er jongens zijn, dus kameraden van de kamer hebben gezegd, als ik het al gevraagd heb, heeft er niemand anders een broek voor mij dan de broek dat er mij zo niet meer opvalt kan zien, en een pet. Want ik droeg geen pet, want ik had altijd nog mijn kraalhaar. En die hebben me dan een pet gegeven en aan de broek en dan heeft hij mij niet meer gezien. Hij was om het zoeken naar de man met de wijze ozen, maar hij heeft me niet meer gevonden. Je hebt altijd in kamer 10 gebleven? Altijd in kamer 10 ben ik gebleven, dus daar waren we dus met 48 zaten wij daar opgesloten. Totaal afzonderlijk van de gevangenen, van de andere gevangenen, wij mochten niet in contact komen, zelfs niet voor te wassen, zelfs niet voor naar de toiletten te gaan. Maar mochten, zelfs op de werf hadden wij een aparte plaats om te werken. Die 48, die zijn we daar geweest. Hoe was het regime hier? Ja, het regime hier was altijd hetzelfde. Hè. Dus wat je mocht doen en wat je niet mocht doen. Het eerste, je mocht niks doen. Alleen moest je maar zorgen dat alles piekfijn in orde was hier in de kamer. Uw bed, dat het altijd onberispelijk gedekt werd. Dat het schoon glad was. En allemaal even hoog geworden, van de eerste tot het laatste, want die heren die zagen erover. Annapel was, als ze binnenkwamen, allemaal aan de bed staan, voet van het bed met de vingeren, dus met de pink aan de naald van je broek, in houding staan. Niks bewegen, altijd maar doen, dat was al wat je moest doen hier, zorgen. En zorgen dat die kamer altijd in orde was, of anders werden de nodige straffen uitgedeeld. Dat kon lopen van alles, dus dat kon... eten onzeker zijn, middageten onzeker zijn, dat kon dus aan het bed blijven staan zijn, dat kon dus van alles zijn. Dus er was strafverbieding uitgedeeld, dat was... Ze hebben een speciale manier voor straffen uit te delen, hier, zoals het dat. Kwamen ze s'nachts ook, via de bed aan, straffen of zo? Nee, s'nachts hebben wij er geen last. In mijn periode, ik weet niet, alleen dat er s'nachts wel eens in een kamer werd binnengegaan, dat hoorden wij ook. Maar dat was dan gewoonlijk voor een ondervraging. Dat was iemand die ze dan kwamen halen en dan werd hij gewoonlijk naar de folterkamer gebracht. En dan hoorden we dat hier in de kamers, dat hij gefolterd werd en dan wisten we zo dat het een ondervraging had geweest. Maar anders, s'nachts hebben wij geen last gehad van de binnenkomen, want dat waren dan gewoonlijk maar alleen de weermachtsoldaten die de wacht hadden die er waren. Was er ook een zoekvuurder? Ja, er was in de kamers, in elke kamer had een zoekvuurder zoals ze dat noemden. Die was verantwoordelijk voor de kamer. Die moest streng optreden volgens de daad van de daders en alles. En die waren erbij die dat letterlijk opnamen. En die zich ten dienste stelde van de daden van de, dus van de SS. Waarvan er ook verschadenen zijn van veroordeeld. En dus de doodstraf hebben gekregen. En die hebben natuurlijk ook wel eens een beetje te ver gegaan. Dat waren ook Belgen, gevangenen Belgen, in dezelfde mate bijna zoals in Duitsland in de concentratiekampen werd geweest. Wij hier waren kameraden onder elkaar, dus wij waren dus die 48 speciaal gevangenen. Wij hadden ook een zoekvoerder, maar die heeft nooit iets gezegd. Die zoekvoerder, dat was een kameraad van ons, dus dat was dus een Itawaan. Frank Totté, heeft deze kachel ooit warmte gegeven? Ja, die kachel die zal natuurlijk wel warmte gegeven hebben in een tijd dat die hier stond voor het Belgisch leger. Maar voor ons, voor gevangenen, denk ik niet dat die ooit of misschien heel zeer, zeer, zeer zelden warmte zal gegeven hebben. Want kolen kregen we niet, hout konden we niet krijgen. En hadden we dat kunnen krijgen, hadden we ook nog geen lucifers om ze aan te maken. Dus we hebben altijd hier die kachel, dat is een pronkstuk geweest, maar meer heeft het ook niet geweest, dus we hebben er nooit warmte van gevuld. Dus ondanks dat u hier was, oktober, november? Oktober, november, nooit geen warmte, nooit niet aan geweest, die kachel, die konden we niet aansteken. We hadden dus ook geen kolen, hè. En iets van ons bed konden we niet af, dat was nog te gevallen, dat was het sabotage, dus we hebben nooit kunnen, het heeft nooit warmte gegeven. Die tafel stonden die toen, zoals ze nu staan? Ja, die worden dan, in zijn tijd, dus ik spreek altijd 42, ja. Stonden er dus drie tafels naast elkaar, zo. Dat was alles dat wij hadden. U drie kon hier ook smiddags eten? Smiddags moesten wij hier eten, ja, dat eten werd uitgedeeld. Maar we hadden ook geen plaats genoeg voor allemaal te zitten met 48.
degenen die dan zaten, die werden in de andere, die moesten op het bed gaan zitten, op de kant van het bed. Die mochten dat niet, want ze mochten niet op het bed komen. En als je dan toch opgezeten had, moest je toch trachten dat het bed terug in orde glad was. Dat je de jongen die daarin sliep, of de gevangene die daarin sliep, niet in moeilijkheden zou brengen. Want dat ze dat vaststelden, dat zijn bed niet in orde was, dan werd aangestraft omdat zijn bed niet in orde was. Dus het werd zo weinig mogelijk gedaan. De vensters, werden die ooit geopend? De vensters zijn nooit mogen geopend worden. En die zijn dus blauw geschilderd, die zijn in het blauw, dat was voor de verduistering. Want in de oorlog was alles verduisterd, moest verdonkerd worden en dat was in blauw, we mochten daar niks aan doen. Wij hadden wel, maakten wel eens een klein gaatje erin, omdat we op de binnenkoer konden zien, om toch maar te zien wie hier allemaal was. Wij waren er heel curieus in, omdat we toch de andere gevangenen praktisch nooit zagen en in aanmerking kwamen. Dus wij mochten, maar dat mocht niet, want dat was allemaal sabotage en nogmaals sabotage. En als de persoon die het gedaan had of de gevangenen het gedaan had, niet bekende, dan werd de ganse kamer gestraft. Dan werd de ganse kamer gestraft, dus het werd zo weinig mogelijk werd hier gedaan. Het was, je moest proberen om het toch maar zo weinig mogelijk al de andere kameraden in gevaar te brengen. Hoe was het eten hier in 1942? Ja, dat eten hier dat was heel zeer, zeer weinig. De soep, dat was nog geen liter soep dat we kregen, dat was water. Zoals u juist verklaard hebt, wij hadden geen zoekvuurder of kameroversten die dat bij ons deden. Wij deden dus zelf, overhand werd de soep uitgeschept. Die 48 schoteltjes werden naast elkaar gezet, of bijeengezet. En dan werd er nog eens nagezien of het allemaal die schoteltjes allemaal even veel in was. Hè? Want dan werd er, ja, daar is een beetje meer in, daar is een beetje minder in. En dan werd er met een soeplepel overschept in dat telorenke. Van die tasje dan een kammeke naar het andere kammeke. En als het dan allemaal klaar was, iedereen was tevreden, werd er toch nog een man omgedraaid. En dan moest hij zeggen voor wie dat was. Dan wees er iemand aan, voor wie is die schotel, voor wie is die schotel, voor wie is die schotel. Allemaal maar, dus dat was dus het vreselijke dat er was. De meeste, ja, we zullen wel stukje brood overhouden voor 's morgens, maar als je het brood kreeg en je deed twee beten, was het op. Hè. En, ik had nooit niks kunnen horen. Het eten was hier het was werkelijk een uitdoringsregime dat we hier gehad. Het is allemaal op dezelfde manier gedaan. We moesten hier allemaal verdwijnen. Er waren mensen die dus praktisch afgeschreven worden voor de Duitsers die hier zaten. Dus wat die kamer kan vertellen. En die, als de kamer zelf aan die kachel moest kunnen vertellen wat ze meegemaakt en gezien heeft, dan zouden natuurlijk wel veel historisch kunnen zijn. Maar dan zouden ze misschien wel kunnen branden van de vertellingen die ze moet doen van hetgeen dat ze hier meegemaakt heeft. Breendonk was dus eigenlijk een doorgangskamp. De meeste gevangenen verbleven hier een paar weken, soms zelfs een paar maanden. Maar Karel van Dalen verbleef hier 2 jaar. Hoe kwam dat? Wel, wij zijn hier gekomen met een 20, 25 man. Op een zeker ogenblik werd er een convoy samengesteld voor weg te gaan. Transport. Een transport. Ja. En dan hebben ze gevraagd wie is er timmerman, wie is er elektriker, wie is er metser en zo mee. Handarbeiders. En ik had mij aangegeven met nog een jongen en als timmerman. Hm. En wij zijn dus gebleven en het konvooi is dus, het transport is dus weggegaan. Ja, ja. En wij zijn dus hier die 2 jaar. U bent? Ik ben tenminste nog 2 jaar gebleven. Ja, ja. Mijn vriend, die ook als timmerman was aangeduid, is 14 dagen later gefusilleerd, ja. Als represaillemaatregel voor een burgemeester van Charleroi, geloof ik, die ze er neergelegd had. Als gijzelaar. Als gijzelaar, ja. U bent er dus gebleven van oktober 42, ja, tot in de herfst van 44. Van 44. En u heeft dan in de schrijnwerkerij gewerkt? Tussendoor. Tussendoor? Ja, soms werden we wel eens gestraft en moesten we dus ook in de bennetjes gaan werken of over de grond gaan uitsteken en zo verder. U heeft dus ook aan zo'n kipwagentje waar we nu voor zitten aangestaan? Ja. Ja, ja.
En het is wijs die u de eerste keer is komen halen in de kamer, om dat te vragen? Nee, wij waren, wat een uitzondering was, wij zijn naar hier gekomen en ze hebben gedacht van direct een transport te maken. Ja. En wij zijn dus nog wel bijna een maand hier blijven zitten in een kamer, dat we niet moesten gaan werken en dat we dus ons gewoon burgerklederen nog aan hadden. Ja. Dat maakt, tussendoor is Wijs wel eens komen vragen, kom, er moeten er enkelen uit. En een man of tien moest dan mee rapen of beetraven gaan uittrekken, hier achter de grond is hier op het veld. Ja, ja. En dan was het al tamelijk koud geworden. En volgende dag is hem weer volk komen halen en dan hebben we gezegd, kom, de ouderen blijven binnen en de jongeren zullen gaan. En zijn wij, dus de jongeren, ik was toen nog jong, en weggegaan. Behalve dat hem er dan toch nog een paar anderen heeft uitgehaald. En het was heel zwaar werk en koud dat het was zoal tegen de erf staan. En, ja. Het forte was helemaal gecamoufleerd, zoals we zeggen, met aarde. En dat was volgens gegeven de 250.000 kubieke meter aarde die hier op die fort, over het fort het allemaal was gedaan. Die aarde die is moeten verplaatst worden, aangezien we de steenweg hier daar is, de mensen in het fort konden zien. En zij wilden natuurlijk niet hebben wat hier gebeurde. En zij hebben al die aarde in decovilwagentjes met kruiwagens en met alle mogelijke draagbare toestellen, die moeten verplaatsen van deze werf, of van al deze ganse werf, over de brug die je daar ziet. Dus erover, en een gans het fort rommelt en rond, dus helemaal verhoogd. Helemaal het fort rommelt, helemaal rond verhoogd. Hè. Zowel dat is in 1944, als het fort verlaten hebben de Duitsers, dat het fort was gelijk als het nu het zie, dus met het, al de aarde eraf, prikkeldraad rond en de berm verhoogd van de vestingen. Wanneer ik dan uit de cachotte gekomen ben, dan ben ik weer in die kamer 10 beland. En dan van de ene dag op de andere, dat was dan in de zomer, kom ik terecht op het werk ook, hè, aan de kipwagentjes en zo verder. Het was geweldig. Hè. En die zon op die kop, hè, vreselijk. Hè, die schedel die precies gaat barsten. Hè. En ik had dan zo'n vod, die diende voor als zakdoek. Enfin, het was eigenlijk. Hè. Ja, en ik had daar vier knoopjes in gelegd. En dat, maar hey, echt, ik kon niet anders. Hè. Het was zo'n, Ik moest mij die schedel beschermen, want die ging springen. Hè. En ik had dat op mijn schedel gezet. Hè. Tuurlijk, want verdorie. Kwamen af, hè, jong. En alle soorten schimpwoorden en zo. Maar enfin, het resultaat was dat ik een rugzak met 30 kilo stenen op mijn rug kreeg. Hè. En zo. Het kipwagentje moest af en voortduwen. Dat was dodelijk. Hè. U heeft hier 3 maanden geweest, hè? Dus tot van augustus tot september. Ik heb geen 3 maanden hier geweest, augustus, september, ja, van midden nog eens 6 weken ongeveer. Ja, 6 weken, hè, ben ik hier geweest en ja, ons werk heeft er bestaan, het wegvoeren van de aarde hier van de vesting. Ja, met, Brennock was een zeer harde proef, ja. Zeer harde. En ik kan jou zeggen dat in feite de SS'en die hier waren, werkelijk beesten waren. En dat er niet op verbeterde toen de Vlaamse SS zich ook werd ingezet. U voelde dat, dus ja, het werd strenger ik, ofzo? Ik geloof in feite dat ze wij wouden bewijzen aan de meesters, ja, dat ze het even goed konden. Heeft u mensen gekend die zelfmoord gepleegd hebben? Ik ken maar één geval, en zonder mij juist te willen vastleggen op de naam, dat was een zekere Van Heuvel. Dat was een gevangene, welke hier in de streek woonde, die is de zondagmorgen moesten we op het dak van de vesting hier sportoefeningen maken. Het was een meer dan misdadige sport, en dan is er van het dak naar beneden gesprongen. Hij heeft bekken gebroken en beenderen gebroken gehad. Ja. Hij was niet dood op ieder geval. Maar het was een, heeft getracht zelfmoord te plegen met de ogenblikheid. Dus zondags moest u aan sport doen, ook werken?
Nee, zondag? Zondags moesten we enkel sport maken. Enkel sport? Enkel sport maken, dat was ongeveer 4, 5 uur sport, werkelijk harde sport. Ja, ja. Er waren meer mensen erger, ja. Dat was een harde sport om het door te houden. Ik had nog liever aan de loris te staan en te duwen dan die sport te maken. Ik heb maar één vluchtpoging gekend in 1942 en die heeft niet lang geduurd. De jongen die was dus op het veld aan het werken en die is getracht de vluchtpoging gedaan en die hebben ze 2 uur nadien hebben ze die terug binnengebracht in het kamp verscheurd door de honden. Wij hebben er allemaal willen of niet willen. Dat was ook mijn eerste dode die ik hier gezien heb. We moesten er allemaal naar kijken. Onze ogen moesten er naar gericht zijn, willen of niet. Je mocht de ogen niet dicht doen, je mocht er niet afwinden, want je moest erin zien. Iedereen moest dat vaststellen, dat men dus werkelijk getracht had voor te vluchten. Jan Everaert, wanneer hebt u Breendonk moeten verlaten en op transport gesteld? Wij zijn de 21 september uit Breendonk vertrokken. In 1941, ja, met het eerste grote transport dat dus samengesteld was uit gevangenen uit Breendonk en uit Goeie. Mm-hmm. En wij trokken dan naar Neuengamme. En hoe gebeurde dat transport hier? Het transport van hieruit was tamelijk hard en ook in zekere mate berustend op een disinformatie. Want we hebben hier wel in Breendonk moeten tekenen dat we buiten Breendonk gekomen waren. Mm-hmm. Dus we wisten eigenlijk niet juist wat men voor had. Het heeft zich eerst achteraf verduidelijkt dat we naar Duitsland gingen. Ja. En in feite wisten we juist waar we waren als we daar in gang waren. Ja, ja. En was dat de ganse kamer waar u in zat die op transport werd gesteld? Dat zou ik denk wel dat het een groot deel van de kamer was. Ik zou het niet juist kunnen zeggen. Ja, we zijn opgeroepen en de transport werd samengesteld. Het was geen evacuatie van het kamp. Nee, nee. Het was dus de samenstelling van een transport. Dus de personen die meegenomen werden, waren dus wel geselectioneerd. Waren meestendeels mensen uit Gent? Onder andere de mensen uit Gent. Toch veel? Toch veel, ja. Ja. En jullie zijn samen op transport gesteld ook? Ja, op 6 mei zijn we allen met die andere gevangenen, die dezelfde dag als wij aangehouden zijn geweest, ja. En dan nog een 500 andere gevangenen, zijn we dus overgebracht naar het station van Willebroek, mm-hmm. Waar we in de vroege morgen vertrokken zijn in richting Buchenwald. Maar dat was voor ons onbekend, wij wisten niet naar waar. Wij wisten wel dat we naar Duitsland gevoerd werden, maar niet naar welke oord. Ja. En het werk hier, was dat ook achter kipwagentjes staan in de grond van het fort afscheppen? Achter kipwagentjes staan en dan de grond. En dan natuurlijk, wat mij persoonlijk betreft, was zware stenen dragen. En ik heb een geweldige chance gehad dat er op een zekere dag, natuurlijk gezocht altijd naar kleine stenen. Ja. En de bot stond bij mij en die zegt, ik moet die grote steen nemen. Die was onmogelijk op te vangen. En die op dit moment riep Wijs, bot, kom eens hier. En dat heeft mijn geluk geweest. Heb ik onmiddellijk kleine steentjes genomen en terug weg. Ja, want ja. Die grote steen kon ik onmiddellijk opheffen. Heeft u ooit gezien dat de Wijs met stenen smeet naar de gevangenen? Ja, ja, dat wel. Ja, slagen uitdeelde, stampen. Ja. Dat wel, ja. Commandant Schmidt, de kampcommandant, heeft ja. U hier gezien? Nee, die was al weg. Als wij hier gekomen zijn op 3 maart, was dat commandant Schönwetter, die de kampvoerder was. En volgens de gevangenen zelf, die daar toen waren met ons, verklaard dat hij veel beter was als die commandant Schmidt. U hebt hem persoonlijk niet gezien, of wel? De Schmidt heb ik niet gekend, nee. Nee, Schönwetter. Schönwetter heb ik gezien, ja. Ja. Die is zelf in de kamer geweest en kon me vragen of dat het eten goed was. Natuurlijk, het eten was goed, dat moeten we toegeven, maar het was veel te weinig. Ja. Wij hadden het niet als honger, altijd maar honger. Ja, ja. Maar dat heeft hem komen vragen. Dus Schönwetter was veel beter dan Schmidt? Die was beter als Schmidt, ja. Kwam die ook op het werk? De slechtste van allemaal, dat was de luitenant Pauze. Ja. Maar die was geweldig slecht voor ons. Die sloeg altijd maar als ze kon. De bot en Wijs. En dan de bot en Wijs natuurlijk zijn satellieten ook. Hè. Ja. Die ook, ja. Ja. Heeft u ooit meegemaakt dat Schönwetter ergens tussen gekomen is als Pruis of de bot? Of, Ja, dat wel. Ja? Dat heb ik gezegd dat moest hier gaan beteren. Hier mag geen slagen meer uitgedeeld worden. Dat wil ik niet hebben. Dat heeft u persoonlijk dat meegemaakt? Dat heeft u persoonlijk meegemaakt, ja, ja. Dat was pas op het appelplaats stonden. Werd er ook altijd geteld en herteld?
Zeg je? Werd er ook altijd geteld en herteld op het appel? Of ging dat vlot? Vlot? Ja, het appel. Hier ging dat nogal vlot, ja. Ja. Maar in Duitsland duurde dat veel langer. Daar konden ze niet tellen? Nee, kon niet tellen. Maar hier ging dat ongeveer een kwartier, 20 minuten, was dat appel gedaan. Ja. Ja, dat viel mee. Want hier was een zekere discipline die gerespecteerd werd. En dat was voor ons veel beter als dan in Duitsland. Ja, ja. Ja, het was wat een uur van opstaan, wat een uur van eten, een uur van slapen gaan. Maar dat bestond in Duitsland niet meer. Dat was het wisselvallig. Ja. Daar hadden we maar 4 uur nachtrust. En dat zo lang volhouden, dat was bijna onmogelijk voor ons. Ja. Hier kwamen ze 's nachts niet lastig vallen? Of zo. Nee, dat was heel zelden. Heel zelden. Heel zelden, ja. Zijn er ook ongelukken gebeurd met die kipwagentjes? Ja. Regelmatig zelf. Het gebeurde, als het geregend had, was de grond slap. Modderachtig. Modderachtig. En dan gebeurde het dat zo'n wagentje van de roet afging. Dan moesten we die terug, dat wagentje, met ons 4 mensen dat oppakken. Dat was onmogelijk, want de kipwagen was met een ton grond geladen en dat was onmogelijk. Dan kwamen gewoonlijk de andere mensen die achter ons kwamen meehelpen. Die kregen dan ook slagen. Dat was dan gewoonlijk met de stierenpies of een schub dat ze op hun rug zoegen voor dat wagentje terug op zijn plaats te krijgen. Er is zelf geweest dat ze een man, een oude man, omhoog onder de brug hebben gehangen met de riem, een centerongeletje. Ze zeiden niet waar, zo omhoog hebben gehad. En wij hebben die man van die oogte afgereden. Die kreeg telkens die ijzeren kant zijn benen van achter. Dan werd hij meegesleurd tot als die wagen voorbij was. En zo is hem er ook afgevallen en dan hebben ze geroepen, bravo, die hebben prijs. Ja. Wijzende Bot. Dat waren twee beruchte namen, de Wijzende Bot en Pruis. Ja, ja. Op hetzelfde moment hebben ze nog wel wat anders gedaan. Hebben ze met iets dat steekgehaakt, een stuk ijzer of een nagel of zoiets, in het geslachtsdeel ontduwen geweest van een gevangene die niet meer kon werken, die totaal op was. Ja. Wij konden het 's morgens al zien, als we in de schrijnwerkerij stonden. Ja, dan zagen we de jongens voorbij gaan. Ze gooiden gewoonlijk een deel schuppen op de grond en die moest je dan oprapen. Want elk moest een schup rapen. Terwijl dat je die oproep, begonnen ze te slagen met de stierenpies. Dat maakte dat degene die achterkwam, rap een schup op plek. Dat was een hoop van kruipen en dat er zo'n 10-20 mensen bovenop elkaar waren, terwijl dat ze altijd maar afgejakkerd en afgeslogen werd. En de Joodse mensen? Daar kon het 's morgens al bij zien, en die komt niet meer terug. Want die moesten gewoonlijk aan het water, dicht tegen het water staan, waar het de wouwtjes weer afgekipt. Ja. En dan kwam zogezegd Wijs of de Bot meehelpen, waar schuppen, die grond naar beneden schuppen. Maar ze kapten dat telkens niet waar dat het in het gezicht van de Joodse mensen kwam. Die waren meer om aan te zien, die ogen, die mond, oren, alles was zat vol met grond. Onmogelijk van erin te blijven zien. En dan zagen wij al 's morgens, die komt niet meer terug. Dus dat waren er gewoonlijk 2, 3 tot 4 zelf, die 's morgens niet meer, die 's avonds niet meer terugkwamen of 's middags. Moesten zij ook zingen? Die moesten zingen. In het opgaan en gewoonlijk in het terugkomen, het lied van het werk. Ja, ja. En dan was het zo dat die mensen niet meer konden zien dat ze al iets vals zongen. Dan moesten ze opnieuw beginnen totdat het... Totdat het goed klonk. In de oren van de SS. Ja. Dus u bent hier een lange periode geweest. Ja. Dus 2 jaar. Dan verschilde ook het aantal gevangenen hier. Kon u dat voelen? Als u met weinig was of met meer? Een van de grote transporten is geweest dat er een 300 man weggaan en dat we hier met een 30 zijn overgebleven. Ja. Dat waren dan gewoonlijk de arbeiders die moesten blijven. Dan is het een klein beetje draaglekker geweest.
omdat ze ons nodig hadden voor het een of ander te herstellen en te repareren en zo meer. En kon u iets vernemen van wat er buiten gebeurde, buiten dit fort? Heel weinig. Maar er is dat gebeurd, dat we hier maanden aan de stuk de radio hebben kunnen spelen. Zij had de radio's aangeslagen bij burgers die naar de Engelse post hadden geluisterd en zo. En dan hebben ze mensen komen vragen die die konden repareren. Dat, gewoon like de mensen die in de post hadden moeten afgeven, hadden er iets aan gedaan dat hem niet meer marcheerde. Ja, ja. En zo waren er twee elektriekers. Het is te zeggen, de ene was elektrieker, de andere was een dokter. Maar die had hem opgegeven als elektrieker. Radio-elektriker. En hij had er een beetje voor gestudeerd toe. En ene post hebben ze in laten staan die niet zo gezegd niet kon gerepareerd worden. En die hebben regelmatig de Engelse post opgepakt. De elektriker die kwam tegen mij zeggen, wat ze dus verteld hadden in de Engelse uitzending. Ja. En ik vertelde het verder aan iemand anders die ik kon vertrouwen. En zo ging het. Werk. Ja. Ze hebben wel eens komen vragen, hoe weten we allemaal dat? Hè? Mm. Er moet eens één keer een verklikker bij geweest hebben die zoiets... het was een half Duitser. Zat die bij jullie in de kamer? Of en die was ook een beetje chauffeurder. De overste van een kamer? Ja, een overste van een kamer. Maar die werd niet meer vertrouwd. Maar ja, hij zal er ook iets van gehoord hebben. Ja. En dan is de luitenant eens komen vragen, zeg maar, hoe weet ik wel allemaal wat er hier gebeurd is. Ja. Maar men zegt, ja, er komen toch regelmatig nieuwe mensen binnen en iets is te vertellen en zo. En, ja. En de landing van Normandië hebben jullie dan ook langs daar vernomen? Die hebben we ogenblikkelijk vernomen dezelfde dag als het gebeurd is. De coiffeurs die ons regelmatig ons haar moesten afknippen en ons scheren, die moesten ook de SS dus scheren. En ze kwamen dus morgens om 10:00 een coiffeur halen. En om 12:00 is die terug binnengekomen en ze zijn geland, dus we misten het op dezelfde dag. Ja. U heeft ook naar huis mogen schrijven? Ja, wij hebben mogen schrijven. En de eerste keer hebben we mogen schrijven voor een pak, maar er mocht maar 5 kilo eten in zitten. Dat maakt dat thuis en dat alleen voor de ambtarbeiders. Ja, ja. En als we de pakjes zijn gaan halen, ja, was het eten eruit, is naar de verkjes gegaan. Of ze hebben het zelf voor hun eigen gehouden. Ik heb nog een hemd en een paar sokken gehad en meer niet. Maar u had bepaalde dingen te schrijven. U moest schrijven dat u het hier goed had. Natuurlijk. Of het werd gecensureerd. Anders werd het gecensureerd. En dat waren gewoonlijk heel kleine briefjes dat we mochten schrijven. Een tiental lijnen ongeveer. Ja. En in de schrijnwerkerij, wie had daar het op zich? Ook een gevangene. Ook een gevangene? Ook een gevangene. Ja. En hoe was dat? Een zekere Gaston Michelsen. Ja, en hoe was dat? Wij stonden er met 3 of 5 in de schrijnwerkerij. En wij werden tamelijk rustig gelaten. Ja. Gebeurde wel eens, ja, dat we ook een pak slagen kregen. Mm. Het is mij gebeurd zelf niet waar dat de luitenant binnenkwam. Pruis. Pruis. Hij heeft een plank gepakt en hij wou ze op mijn kop slagen. Ja, en het gevolg was dat hij met mijn hand tussen de zaal heeft gedaan. En je ziet, het is die kwetsuur nog altijd. Ja. Dan hebben ze een dokter gezocht van de gevangenen die het verzorgd heeft. En, In de rivier bent u hier zelf niet geweest? Ik ben er zelf niet geweest. Ja. Ik heb er wel eens in geweest. Ja, maar niet als ziek. Niet als ziek. Ja. En Pruis was nogal dikwijls dronken? Heel dikwijls. Maar het was als hij dronken was, dan konden we er iets aan vragen. Of bijvoorbeeld hem of aan een briefpapier kregen. Ja, en dan, als ze met de rek bracht, was het goed, maar als ze het namiddags was hem gewoonlijk al nuchter en dan kregen we dat niet meer. Ja, ja. Maar gewoonlijk ging hem het direct halen als ze het beloofd had. Ja.
In 1946 had in Mechelen het proces plaats tegen de Vlaamse SS-bewakers van Breindonk en sommige Zugführer en gevangenen die hen hand- en spandiensten hadden verleend. Er werden 14 doodvonnissen uitgesproken, waarvan 2 bij verstek. Tegen de Bot, die in 1950 pas zou aangehouden worden, en tegen Valère de Vos, die echter, toen hij in Boegewald door oud-medegevangenen was herkend, al daar door hen reeds was omgebracht. Van de Duitse bevelvoerenden bleven Untersturmführer Braus en de tweede commandant, Sturmbahnführer Schönwetter, onvindbaar. De eerste commandant, Sturmbahnführer Schmidt, werd reeds in november 1945 in een gevangenis in Rotterdam herkend en naar België overgebracht. Toen hem werd voorgeworpen dat, in tegenstelling tot de methodes van het regime dat hij gediend had, hij nu met een normale rechtspraak zou kennismaken, antwoordde hij cynisch: ik moet me nu omscholen. Moet het omlaan? Schmidt zou pas in 1950 voor het Belgisch Militair Gerechtshof van Antwerpen verschijnen, omdat de Belgische wetgeving eerst moest aangepast worden om buitenlanders wegens oorlogsmisdaden te veroordelen. Zijn doodvonnis zou het laatste zijn dat in België voltrokken werd. Schmidts genadeverzoek werd door koning Leopold III in de dagen waarin de koningskwestie zijn hoogtepunt bereikte, verworpen. Zij werden in het gelid gesteld, nageteld. Kolfslagen op de rug dreven hen door de poort. Uit het donkere gat dat toegang gaf, hoorden zij gehuil, betraden zij hun graf. Zij marcheerden door de gang, die lange, eindeloze gang. Zij hadden slechts hoop, maar het lot was onbekend. Het gezicht naar de muur, wankelende wrakken, een kerkhof betreden waar de doden zijn opgestaan. Wie niet gefolterd werd tot de dood, vermoord aan paal of galg, of in de wal verdronken, leeft in het einde van Breindonk.